De COVID-19-pandemie, welke de wereld momenteel teistert, treft nagenoeg iedereen. Ook in Suriname zijn wij niet gespaard gebleven van de gevolgen. De verregaande maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn ook van invloed op de bedrijfsvoering van kleine ondernemers. Hoe treft de crisis deze groep en hoe houdt zij zich staande? Nou, om ten eerste te beginnen met het COVID-19-ding. We zijn sowieso voorbereid daarop. Daarmee bedoel ik dat we onze handschoenen hebben, we hebben onze neuskapjes en alcohol, palm en sanitizer. Elke klant die binnenkomt is sowieso noodzakelijk dat je je hand was voordat je de zaak binnenkomt. En qua de maatregelen, qua de tijd en dat soort dingen zijn we dan eventjes aan het overwegen wat we eigenlijk kunnen doen en wat we nog kunnen doen voor 6 uur, 7 uur als het ware. Dus we zijn sowieso eerder open. En dan, die opkomst is sowieso slapper. Slapper. En men is ook bang dat het coronavirus ding dat wordt overgedragen in een barbershop, een gesloten ruimte. Dus die aanloop is sowieso minder geworden. En de situatie in het land maakt het dan nog trager dan het ook alweer is. Het financieel. Dat is het hoogste. Continuïteit van die klanten. Klantenkring. Kijk, als ondernemer gaan we niet van dag tot dag leven. We sparen. Dat is één. Op dit soort dagen zijn we sowieso voorbereid. Dat COVID ons heeft verrast. Dat we dit soort dagen en dit soort scènes gaan uit de weg kunnen gaan. Want er kunnen ook dagen zijn dat er bijvoorbeeld los van die COVID en die lockdown andere stressperiodes komen waardoor je geld gaat moeten inzetten. Dus we kunnen het nog een beetje volhouden, maar hoe lang? Nou kijk, hier in de barbershop zitten we dan op afstand van elkaar. Dat is sowieso. Wat we nog doen, de klanten die we krijgen, we laten dan 2 personen per keer naar binnen komen. Eén zit op die ene stoel van mijn collega, één zit op mijn stoel. Voor de rest wachten ze dan gewoon buiten. Er is genoeg wachtplek buiten, dus dat social distance ding is van toepassing hier. Jammer, want niemand wil ziek worden. Merendeels werken we dan alleen op afspraken. Wie toevallig langskomt of toevallig binnenkomt, volg je dan gewoon je beurt eventjes om geholpen te worden. Maar niet dat we, dat is hoe we het gewoonlijk zijn te doen, druk op barbershop en dan klanten afhandelen. We doen het dan per klant. Kijk, ik kan me ergens in vinden aan die toepassing die ze hebben geïnstalleerd of hebben aangepast. Maar het geldrelatie is stop daar ergens. Het komt gewoon dat er is een maatregel gekomen om COVID. Maar COVID op zichzelf houdt geen rekening met daar alles wat er omheen, om zich heen gebeurt. Dingen die moeten. Dus we zijn eventjes aan het toveren om het zo te zeggen als ondernemers. Hoor, om dingen toch bij elkaar te krijgen. Anders zitten we dan met grote schande. Als het ware, want je kan niet naar hier komen en dan zie je van, hé, er is geen licht. We moeten betalen, we moeten stroom betalen, we moeten water betalen, de huur moet betaald worden, we moeten schermen kopen, we moeten dat kopen. Dus in die korte tijd dat we krijgen tussen 's morgens en 6 uur, 7 uur, werken we als opgevoerde robotten. alleen om het te redden. Hoor. Ik heb genoeg collega's. We hebben genoeg contact, we hebben genoeg gesproken. Anderen, wanneer ze me zien, proberen we dan een alternatief te zoeken wat we nog kunnen doen. Wat we anders kunnen doen, wat we bij kunnen doen om toch uit te komen. Maar bij anderen lukt het, bij de anderen lukt het weer niet. Anderen hebben zelf al opgegeven. Blijf bij je huis. Dat is het allerbelangrijkste. Als je moet werken, ga naar je werk, ga weer naar je huis. Er is niks anders op straat te zoeken nu.
Dus kom over straat, maak je geld en ga weer naar huis.